Welkom bij een nieuwe update. Laten we even het beeld omhoog zetten. Vandaag nieuwe animaties, vandaar dat ik op dit scherm begin. Oh jezus. What's happening? Yelp. Oh, mijn paard is echt sad, man. Wat gebeurt hier? Oké. Dat loopt zo raar. Doe, het zit ook anders. Oké, wat Lotte en ik met nieuwe animaties bedoelden is... Het was knipperende ogen, maar dit. What the fuck? What? What's going on? Oh god. Zelfs dat rennen, dat is raar. What? So weird. Dit is zo raar. Oké, en ik had nieuwe animaties als ik ook. Oh, die ogen. Recht in je ziel. Hey, dat is niet anders. Dat deed ons vorige poppetje ook. Wat het in ieder geval wel anders is, is... Oké, dat is ook niet anders. De nek. Het ligt vooral aan de nek. Nee man, het is zo raar man. Oké, wat iets nieuws. Een sabeltasje, die is wel leuk. Oké, laten we lekker terug gaan naar het park, man. Yeah. Waarom is het nog net zwart? Oh ja. Voor de spookjes, joh. Het is heel raar. Het is echt heel raar. Oké, ik moet dus de spookjes hier nog doen. Dus dan kan ik van de week wel. En er is paardenmarkt. Ja, het is niet echt veel. Het enige wat er is nieuwe animaties. Wow. Het is zo raar. Het is zo raar. Waarom heb ik überhaupt geen tag op? Kijk, die is wel leuk. Dat is gewoon natural zwart. Er zit trouwens de helm. Ik kan niet inzoomen. Natuurlijk kan ik niet inzoomen. Ik hou mijn teugels ook anders vast. Ik weet het niet. Mijn mening is... Ja, I don't know, man. Hey! Hoenties. Die zijn wel leuk, joggetjes. Alleen, dat ga ik hier niet op kopen. Ja, dit man. Ja, dat is niet anders, nee. Oké. Dus we hebben hoedjes. Hoedjes. Oh god. Dus die. Een ster. Over zwarte. Over paarse. Maar dat is echt niks nieuws. It's so weird, guys. Ik weet niet. Heel veel mensen vinden het volgens mij niks. Ja, het hoofd is ingekort. Het is heel raar. Maar aan de ene kant heb ik zoiets al... Ja, oké. We hebben nog wel nek.
Een beetje. Niet heel veel. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet echt niet wat ik hiervan moet denken. Het is zo anders. It's different. I don't know, man. Laat even in de comments weten wat jullie ervan vinden. Of jullie het weer terug willen zien. Of dat jullie het zo willen houden. Volgens mij is hij van die vlechtjes. Maar die waren volgens mij anders. Ik weet niet, je bent veel korter geworden en... Ja, wat ik zeg, de nek is wel beter. Ik bedoel, wel de eerste giraffennek. En nou hebben we gewoon een normale nek. In principe. Het zal wel beter zijn. Het zal denk ik wel even wennen zijn voor iedereen. I don't know. Oké, iemand zei dat de tilt heel anders was. Dus laten we even een IJslander pakken. Als ik hier ergens een IJslander heb staan. Volgens mij wel. Niet. Niet. Ik dacht dat ik een IJslander had. Ik ben echt... Mijn paard is echt tering sad. En mijn ding is vol. Is vol. Ik wil wel mijn beestje meer. Oké. Laten we Ice King even weghalen. En even een IJslander pakken. Oké. Goed genoeg. We lopen wel anders. Echt een beetje... Stoer. Oh, ik ga vol een beestje zitten. Oké. Laten we eens even kijken hoe de tilt eruit ziet. En bedankt aan het eten. Nom nom. Oké. Hallo? Als die tekst nou even weggaat. Ik weet niet. Het ligt echt aan mijn nek. Dat is gewoon een whole problem. Laten we deze video wat langer maken om minder zand te maken. En gewoon lekker paardenmarkt te doen. Ik weet, er is echt een hol aan. Maar wat ik zeg, ik weet nog niet echt goed hoe ik erover na moet denken. Eerste impressie is wat ik zei van, ja, ik vind het niet mooi. Het is, ja, natuurlijk is het anders. Maar... Ik heb nog maskers kopen. Om mijn gezicht te bedekken. Ik weet niet, want ze zeiden wel van, laat weten als er iets mis is. Maar ik denk, nou, ik druk de hele tijd op F, jongens. Kom ik Arcade speel. Waarom rem ik? Go! Jesus. Het ligt echt aan het gezicht, aan mijn aanzicht. Het is gewoon heel anders. Ik denk dat iedereen er gewoon rustig aan moet wennen. Ja, I don't know.
Nou zijn we Quasimodo. Dan. Ik weet niet, hoe meer ik er naar kijk, hoe eigenlijk hoe beter dat eruit komt te zien. Het klinkt heel raar, maar eigenlijk hoe logischer het wordt. Ik weet dat ik het blijf zeggen, maar wat ik net ook al zei. Die nek die wij eerst hadden, die was echt huge. Dat was echt net als je zelf nek. En ik weet dat heel veel mensen het er met me eens zijn. Maar ik heb op Insta. Toen Star Stable die foto online plaatste. Toen hebben ze ook. toen hebben er heel veel hebben hem gerepost. En heel veel zeiden ook van ja, kijk, we hadden echt een giraffe nek en bla bla. Moet je bijgeraadslid staat een beetje onder de spinnenwabbies. Spinnenkebab. Spinnenwoop. Lekker zit. Maar ik ben zo maar dood en waar zit ze bijna dan in de app. Oké, let paard achter me zitten. Thanks. Ik weet niet wat kant hij gaat. Hebbes. 1. Oké, laten we dat ophouden. Mensen zijn er niet mee eens. En mensen zijn het er niet mee eens. Ja, tuurlijk verdwijnt van. Wow, rustig! Jezus. Paard van beeld, jongens. Ja, jammer. Ja, maar terug moet gaan. Ja, maar ik kijk ook niet echt naar mijn karakter. Ja, soms wel. En ik had meer verwacht dat ze de ogen gingen laten knipperen. Maar nou, knipperen niet. We hebben letterlijk van die stokjes in onze ogen. Weet je wel, zo van... Nou, laten we dan ook samen een keer een spookje opvangen. Maar in ieder geval, dit is dus een nieuw item in de Star Rider Shop. Ik weet trouwens niet of het alleen voor een lifetime is. Volgens mij, jawel, het is een lifetime shop. Ik weet ook niet of het erop staat. Misschien voor een limited edition. Nee. Nope. Het staat niet bij. Oké, dus een nieuw item in de Lifetime Shop. Drie nieuwe items in de Halloween Shop. En dat zijn die drie heksenhoeden. Sorry. En, nou. Nieuwe animaties. Het is niet echt waar veel. Laten we lekker spooky gaan wonen. Klik. Kom op. Ik dacht dat deze eigenlijk stil stond. Maar dat kan niet. What do we get? Ik weet niet meer. Ik heb niet opgelet. Maar ik heb serieus niet opgelet. Of met nu. Ik zie niks nieuws. Oh. Volgens mij was het gewoon een testpookje. Oh jawel.
Maar dat gooi ik toch wel van. Ik heb er geen reden aan. Nou, mensen. Mag ik zeggen, laat even in de comments weten wat jullie ervan vinden. Als jullie boos zijn, alsjeblieft mail naar Starstable naar mij. Waarom heb ik zo'n ding op mijn kop eigenlijk? Toevallig deal. Thanks. Het is geen beetje meer. En, ja. I don't know, man. Ik zie je wel bij de volgende video. Doe maar, hè? Wacht. Ik wil één ding testen. Eén ding. Ik ben echt vervelend. Zelfs dat is anders. Oh my god. Ja, duh. Natuurlijk kan ik er een knipoog. Oké, ik ga even afstappen voor dit. Ik weet, mijn video dat duurt echt heel lang. Loopt niet eens duur. Lekker rennen. Lekker rennen, 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 rennen. Oké, laten we even op een open plek gaan staan. Kan ik hier ook? Nee. Ah. Oké. Waar is laatst bij... Hallo? Hallo? We hebben geen. Niet anders, want eerst was het echt zo doef. Applaudisseren. Dat hadden we eerst ook niet. Nou. Knikken. Niet luisteren. Oh, die ogen. Vrolijk! Yay! Oh my god. Wat is dit? Ja, damn it man. Damn it. Ja, veeg je broek nog. Huilen. Oh my god. Ze veegt de tranen af. Blozen. Dat is niet echt heel anders, maar ik heb het idee dat ik mijn vingers omhoog zit. Verveeld. Oké, dat was niks. Leuk vinden. Duimpje omhoog, jongens. Lachen. Dat was eerst nog anders. Denk ik. Zo, zo. Bang. Want glimlachen was niks. Ook al. Ja, eerst was het knikken volgens mij. Nee, klopt. Eerst was ja was knikken en nee was schudden. En nou doet ze dus handdingen bij. Oké, vaarwel. Bye. Nou. Oké, stop. Nope. Daar heb ik nog niet eens aan gedacht trouwens. Bravo. Oh, dat is klappen. Dat is hetzelfde als applaudisseren. Ook het idee. Oké. Dat is hetzelfde als leuk vinden, volgens mij. Nee, ben ik niet mee eens, man. Praten. Dat is ook veel meer geworden. Vragen. Mensen die hier lang komen, denk ik echt iets van wat fuck. Ja, die begrijpen het ook niet. Nee. Begrijpen. Lekker handje, zei je meid. Help. Dat is hetzelfde als vragen. Nou. Welkom. Ik zie mezelf al in het echt staan en iemand zo. Welkom! Oké, laatste. Nou, dan zeg ik tegen jullie ook maar gelijk. En vaarwel. En dan zien we weer bij de volgende video. Dus laten we het nog even één keer doen. Bye!
Ooh.